kwam tussen van het uitgaan met een vriend. En ja, ik zat op de scooter. En toen kwamen agenten op scooters richting ons en zeiden dat we moesten stoppen. En toen moesten we knielen en onze handen achter ons hoofd. En we moesten ons ideeën aan hen geven. En toen gingen ze het nachecken. En we vroegen nog waarom ze ons aanhouden. Ze zeiden dat er twee overvallers waren. En ze hadden ons kenmerken op de scooter. Twee jongens. Dus toen werden we aangehouden. En, ja. En we bleven daar. Ik bleef daar een half uur op de grond zitten. En mijn handen op mijn hoofd. En ze moesten alles nachecken. Dat ze daarmee allemaal klaar waren, mochten uiteindelijk gaan, maar het duurde best wel lang, heel dat gebeuren. En ik was best wel geschrokken, want ik dacht, ja, ik heb niks gedaan en dan word ik aangehouden en moet ik opeens gaan knielen. Dus, ja, en uiteindelijk toen we mochten gaan, zeiden ze niet eens, sorry dat we jullie hebben aangehouden, we moesten iemand anders hebben. Nee, ze zeiden alleen, ja, jullie mogen naar huis. Ja, ik zou ze weer vertellen dat, dat je moet kijken naar de buitenkant. Maar gewoon dat iedereen hetzelfde is. En dat je gewoon als werk, als agent, gewoon moet doen. En je moet kijken naar huidskleur. Of gaan wij hem helpen, gaan wij hem niet helpen.